Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Live Compleet. Hier op Call of Duty Black Ops 3. Vandaag speel ik het nummer 1 6 tegen 6 potje op Map Skydeck. Terwijl we tegen 6 man party spelen. En we gaan natuurlijk kijken of wij deze party helemaal een poepie kunnen laten ruiken. Geen flauw idee of het gaat lukken. Maar we gaan gewoon ons best doen. Ik gebruik redelijk hoge... Wauw. Ik gebruik redelijk hoge streaks, want ik heb geen UAV aan staan. Maar ik gebruik de Lightning, de Rave en de Hater. De Hater is natuurlijk wel een UAV-achtige score streak die je ook goed daarvoor kan gebruiken. Alleen de Rave, daar kill je natuurlijk mensen mee. Capture kill. De Rave, daar kill je natuurlijk mensen mee. En met de Lightning strike ook. Dus er zijn heel veel lethal streaks die ik aan heb staan. Kan iemand me helpen alsjeblieft? Dankjewel team. Jullie zijn de beste. Kijk, daar heb ik tenminste wat aan, jongens. Gewoon met z'n allen die vlag pakken, weet je, niks aan de handje. Oh my god, oh my god, oh my god, dankjewel. Je redt fucking twee keer mijn leven namelijk. En dit is teamwork. Kijk, dit is teamwork. We werken met z'n allen goed samen hier, joh. Ik wist niet dat dat... Ik dacht dat dat een teammate was. Ik dacht serieus, ik dacht dat dat een teammate was. Nou ja, maakt niet uit. Het kan gebeuren dat je soms iets over het hoofd ziet. Maar als je dit dan leuk vindt, jongens, ram natuurlijk subscribe op like en op. Dat helpt mij enorm. Als wij de 4000 likes op deze video kunnen halen, zou ik het alles vinden. En die fucking Matisse246, die speelt met de fucking Ghost, jongen. Hij gaat nu, daar gaat het hele potje verneuken, want je hebt geen flauw idee waar die vent loopt, totdat hij begint met schieten. Dus we moeten hem sowieso even in de gaten houden, want dat is super irritant als iemand Ghost gebruikt. Gaan we B pakken met z'n allen, boys. Ah, shit, we hebben wel B, we hebben wel B. Goeie teamwork weer. Oh, mijn teammate heeft een hater, wat een baas, wat een badass, wat een super swag boy. Let's go, maat. Ik kan er niks anders voor zeggen. Dat is niet zo eerlijk, hè, jongens. In één keer met z'n allen naar mij toe. Holy shit. Oh, hij draaide zich om. Ze werken wel goed samen. Volgens mij hebben ze allemaal een microfoon hangen. Want ze, je ziet dat ze zich omdraaien, zeg maar, op het moment dat ik begin met schieten. Dus ik raak er één. Ze weten dan mijn positie. En dan zie je ze omdraaien. Zodat ze allemaal mij kunnen killen, omdat ik natuurlijk dan in hun span loop. Dus je ziet wel dat ze een microfoon hebben, omdat ze gewoon op die manier samenwerken. Dus dat is wel altijd iets wat je goed moet onthouden. Want als ze een microfoon hebben, werken ze samen. Want dat doe ik zelf ook altijd en dat doet iedereen in de party. Dankjewel, Raven, je redt mijn leven. Ik ben gewoon heet even heen en weer aan het lopen op dit moment. Oh, hij maakt een headshot! Wat een lucky bastard! Wat een lucky bastard! Als hij die headshot niet had gepakt, had ik hem gehad, jongen. Shit, dat was jammer, man. Lekker Lightning, goed bezig. Dat was jammer dat ik dat niet overleefde, man, daar. Wel mooi geprobeerd, though. Dat sowieso. Oh, lekker met je Tempus, wauw. Oh, hij deed hetzelfde als mij, man. Waarom stuur je mijn tactiek? Ik doe dat normaal gesproken nooit zo spray. Alleen ik dacht, er zal wel een enemy zijn die dat gaat doen. En dat was nog echt zo ook. Dat ik ga ze nadoen, alleen ja, dat ging weer helemaal fout. Ik doe dat soort dingen nooit, man. Dus dat soort dingen gaan bij mij altijd fout. Dat bedoel ik, dat soort dingen gaan bij mij altijd fout. Ik moet dat gewoon ook niet doen. Ik moet gewoon niet schieten voordat ik een enemy zie, want dan ga ik altijd dood, jongen. Ik moet er echt mee kappen gewoon. Het gaat altijd fout bij mij. Fuck, doe ik het weer. Kap ermee, Jan. Niet schieten als je geen enemy ziet, want dan ga je dood. Dat is gewoon standaard bij mij geworden. En het ergste is, ik weet het ook van mezelf dat ik het niet moet doen. En toch doe ik het steeds weer. Campertje, campertje is neer. Campertje gaat het niet meer kunnen navertellen. Oh, fuck, doei. Hij wist dat ik daar zat, want hij gebruikte zijn glitch. Dus als hij dan naar boven komt, dan weet hij natuurlijk precies dat jij daar zit. Gaan we aanpakken? Ik heb niet echt... Ik heb 25 kills in deze ronde kunnen pakken. Want ze bieden best wel wat tegenstand, wat leuk is. Dus ik heb mijn scorestreaks nog niet echt kunnen binnenslepen. Kijk, kijk, zo hoort het te gaan. In mijn rug komt er een. Ik ren even achteruit. Komt hij? Ja, hij kwam er nog wel aan. Ik hoorde hem aankomen lopen. Ik hoorde hem aankomen lopen, man. 28-9 staan. Op zich, we kunnen die 50 kills wel droppen tegen deze party. We staan ook voor, want ze kunnen niet echt die vlaggen pakken. Omdat we goed samenwerken. Wij als team zijn, terwijl ik mijn hele team niet ken. Dus het gaat lekker.
We gaan lekker, we gaan goed. Alleen we moeten echt even proberen om ook die hete te halen. En ook die rave te halen. Zoals mijn teammate Mitrandir 8 doet. Want die haalt, heeft wel 2 hetes gehaald. Nu hebben wij nog geen 1. Dus dat is een beetje slecht natuurlijk. Dus even kijken of we hem nu kunnen halen, die hete van ons. En misschien ook de rave en alles wat erbij komt. We hebben sowieso de lijn nog staan. 200 punten hebben we nodig ervoor. Teammate gaat links, die kan het daar pakken. Dan wacht ik hier heel eventjes. Oh, ik heb hem wel geraakt, though. Die heb ik ook geraakt. Teammate heeft een rave en heeft hij waarschijnlijk ook een hater. Dat is dat, dat gok ik. Blijf heel veel zitten, anders kill ik mezelf. Dank u, dank u. Ik heel heel vaak mezelf met die kutstreaks, dus... Deze keer even niet. Ik hou mijn rechterkant van mijn beeld nu in de gaten voor als er iemand uitkomt. Daarom dus. Ik wist gewoon dat het ging gebeuren. Deze keer zag ik het aankomen. Ik ga daar heel vaak door dood omdat ik die linkerkant daar niet in de gaten... Of rechterkant, sorry. Rechterkant daar niet in de gaten houdt, maar vandaag deed ik dat eventjes wel. Oké, heten nu. Nu heb ik hem. Zo. Ik kan die heter ook halen hoor, teammates. Ah, oh, een headshot. Sowieso, ik keek niet eens. Ik wist dat het een headshot was. Ah, oh, shit. Je weg mag gewoon binnen 1 seconde of je gekild wordt door een headshot, ja of nee. Die multiplier ervan is zo hoog, joh. Niemand die de P-vlag oppakt. Mijn teammates willen gewoon het potje rekken namelijk. En dat wil ik zelf ook. Dus mij hoor je niet klagen als ze dat doen. Hoe langer het potje rekt, hoe meer kills je kan oppakken. En hoe beter of hoe slechter als de enemies even bezig gaan, je score kan worden. Geen headshot deze keer, vriend. Deze keer even niet. Oh, lekker, jongen. Ga zo door, man. Je gaat beest. Oké, ik heb mijn rave in de lucht hangen nu. Deze keer heb ik hem. Oh, kan ik die kill niet hebben, joh. What the fuck? Er gaat er één andere grond. Die kan ik oppakken. Sorry, vriend. Ik zag je aankomen. Sorry! Want er is één hier over de zijkant, die kan ik ook oppakken. 2 zelfs. Alleen die andere gaat weer onder de grond. Dan kan je dat super makkelijk killen, maar ze proberen het wel. Dat is ook een goede tactiek om te proberen. Alleen door die hater kunnen wij precies zien dat ze daar aankomen. En kunnen we ze dus ook eigenlijk al heel erg hard opwachten. Dus dat had die enemy eventjes verkeerd ingeschat daar. Weer een hater, weer een hater. Deze is bijna voorbij, dan kan ik meteen de volgende inroepen. Oh kut, hij zit op de muur, joh. What the fuck? Holy shit, roept die hater in. Ah, er stond er nog één boven. Shit, er stond er nog één boven. Die had ik niet door. GG, enemy. Die had ik niet door. Ze lopen er wel hard op af voor die enemies. Hij wist het, hij wist het, hij wist het. Zag je het? Hij wist het. Dat was sowieso over de microfoon gezegd, want ze hadden geen UAV volgens mij. Lekker teammates, dat is teamwork jongen, ik zweer het je. Ja, ik heb je geraakt vriend, nu moet je oppassen. Ah, ik was geraakt, ik was geraakt. Ik heb weer een rave. Hij killt... Oh, teammate heeft hem al ingeroepen. De raves die killen bijna niks, dus als... ik had beter reps aan kunnen zetten, heb ik nu door. Want hij killt echt bijna, bijna helemaal niks, dus je hebt er ook niks aan. Dus op dat soort potjes zoals deze kan je beter een... kan je natuurlijk beter reps aan zetten, want die killen dan vele malen meer. Dus ja, dat is een beetje jammer dit, maar ja, maakt niet uit. Plus mijn teammate heeft ook al een rave aan staan. Dus dan hangen er ook de hele tijd 2 in de lucht, wat niet kan. Dus we moeten steeds op elkaar wachten nu. We hebben wel 58 kills. We kunnen die 60 bom wel droppen. En 60 kills is altijd een mooi aantal om te halen in Domination. Oh, lightning, 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 lightning. Oh, joh, dat was geluk. Die headglitch daar is zo overpowered, jongen. Je zag hoe lang ik het volhield. Gewoon door achter die headglitch te staan. Gebruik dat kistje die daar staat goed. Ze worden wel afgeslacht, hoe moet ik zeggen. Ze worden echt afgeslacht. Het is een 6-man party. Ze worden afgeslacht. Ze zitten allemaal boven me nu. Ah, hier drape ik me dood. Ik overleef het, what the fuck. What the fuck, hoe had ik dat nog kunnen overleven, joh, voor zo lang. Hij had een heatwave, hè. Hij kon me makkelijk killen, want ik kon nergens geen kant meer op. Kan ik mijn rave nog snel inroepen? Kom op. Kom op, schiet op. Oh, maar dit duurt zo lang, hè. Ja, nu is het potje afgelopen. Nu kan ik mijn rave... Echt, wat een kutspel ook. Nu kon ik mijn rave niet inroepen, puur omdat ik gewoon zo lang moest wachten. Ik had gewoon nog kills kunnen pakken. Kut!
kut zo, ja. Ik heb gewoon 4 punten verspild. Nee, we hebben wel 63 kills kunnen oppakken en 16 deaths in totaal, omdat we lekker snel op afrennen. Teammate ging 60 om 3 met zijn haters. Dus die speelde ook lekker, alleen die speelde heel erg rustig. Die hield zich een beetje vast op de achtergrond en rende pas naar voren op het moment dat hij wist dat het clear was. Maar de 6-man party heeft verloren met 199 punten in totaal. Is goed gespeeld. Enemies, dat sowieso goed gespeeld. Team is dat ook, want ik heb een keer een goed team gekregen. En de volgende keer zie je dat ik Raps moet aanzetten in plaats van de Rave. Want Raps die kunnen vele malen meer killen dan de Rave. Omdat die op de grond rollen en de Rave hangt ergens in de lucht. Dus als je in huis gaat zitten, ben je de lul. Dus ja, weet je, eigenlijk moet je het allebei hebben. De Rave in de lucht en de Raps op de grond, dan ga je beest. Maar dat hebben we helaas niet. Aanstaan. Misschien volgende keer wel. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet het video niet te liken. En hoop ik ook weer. Tot de volgende keer, mensen. Bye bye.